Hebben jullie het een beetje gevolgd met vandaag Inside, jongens? Ah ja, het spel is al voorkomen op de wagen wat betreft de verkiezingen. Ja, want Gijp heeft al gezegd van, ik heb er zin in, want we gaan weer beginnen met vandaag Inside. En die Timmermans is aan de beurt en die gaat hem krijgen. Ja, dat heeft hij gezegd. Ja, en Derks ook. Want Derksen die heeft ook gezegd van, nou, die Timmermans, zeg maar, die groengoeroe, die is nog erger dan Kaag. Nou, dus die heeft er ook zin in. Nou, dat zit er allemaal aan te komen. Dus, maar dat was nog amper gezegd door die Gijp van, ja, die Fransie die gaat eraan. En hup, uit alle hoeken en gaten kwamen ze tevoorschijn vanaf links. Ja, om even te komen vertellen dat dit natuurlijk helemaal niet kon. Nee, dat vinden ze echt schandalig. Ja, bij links. Dat is, ja, die krijgen zware tijden hoor, de komende maanden. Ja, want die kunnen dit niet aan. Die, ja, we kunnen niet maken. En WUP en SBS. En waarom staan ze daartoe? Die staan daartoe omdat vandaag Inside nog het enige onafhankelijke programma is op tv. Ja, want de rest moet bijvoorbeeld bij de NPO moeten allemaal keurige D66-evangelie verkondigen. En zij zijn een beetje rechts van het midden, toevallig, bij Vandaag Inside. En die hebben er gewoon heel veel plezier in en lol in. Ja, samen met mij eigenlijk. Om af en toe even wat te roepen over de groengoeroe. En dat gaan ze zeker doen, vrienden. Want zij hebben er ook, net als ik, geen zin in dat links aan de leiding komt. Nee, en want die hebben geen zin in eerlijk delen. Daar heb Vandaag Inside geen zin in. En die hebben ook geen zin in al dat wokgeleuter. Hebben ook geen zin in al die klimaathysterie. En hebben ook geen zin, nee, in dat belachelijke asielbeleid van kom maar binnen met je knecht. Nou, dat willen ze allemaal niet. Dan gaan ze alles op Timmermans spelen, want ze willen dat linkse blok zo klein mogelijk houden. Ja, en dat komt voornamelijk omdat ook zij geen zin hebben dat knulletje Klaver in het kabinet komt. En ook zeker geen Adje Dubbel T. Nee, die willen ze absoluut niet in een kabinet zien. Nou, en dus gaan ze in de aanval op de groengoeroe. En daar denken ze bij links van, ja, als ze dat nou maar vaak genoeg doen, hè, bij Vandaag Inside, ja, dan zullen de mensen daar dan wel een beetje genoeg van krijgen. En dan gaan ze misschien zelfs juist wel op de groengoeroe stemmen. Nou, hé, hey, vergeet dat maar. Vergeet dat maar. Ja, want zij blijven die boodschap herhalen. Elke dag komen zij op tv, dat onderschat links. Ja, oh, het wordt echt moeilijk voor ze. Ja, en wat ze helemaal onderschatten, dat is de herhaling van de boodschap. Elke keer maar weer tegen de groengoeroe. Nou, hey, ik wens links heel veel plezier.